In deze korte video leg ik jullie uit hoe je een budget kunt maken. Deze video is de laatste in een serie van 3 video's over het budget, waarin we kijken naar wat een budget is, waarom je een budget zou moeten gebruiken en hoe je een budget maakt. Dus laten we snel beginnen met hoe je een budget gaat maken. Belangrijk is om een budget op je eigen manier te maken. Dat kan zijn op een velletje papier, op de computer in een spreadsheet of op de telefoon met een of andere app. Maar het maakt niet uit welke methode je gebruikt, zolang je maar een budget gaat maken. Zorg ervoor dat je een zero-based budget gaat gebruiken. Dit houdt in dat voor elke euro die er binnenkomt, deze gekoppeld wordt aan een uitgave. En ook sparen is een uitgave. Zo houd je onderaan de streep altijd 0 euro over. Vandaar de naam zero-based budget. Stap 1 is om al je inkomsten te noteren. Begin bovenaan je budget met het noteren van alle inkomsten van jou en je partner. Denk hierbij aan salaris, vakantiegeld, uitkeringen en pensioen. Je inkomen laat dan al het geld zien dat jij die maand binnen gaat krijgen. Stap 2 is om de belangrijkste uitgaven te noteren. Maak een verdeling met verschillende groepen van uitgaven, maar begin met de belangrijkste 5. Dit zijn je boodschappen, je huisvesting, je vaste lasten, je vervoer en kleding. Waarom zijn dit nou de belangrijkste uitgaven? Nou, ten eerste beginnen met boodschappen. Dit is het eten en drinken dat je nodig hebt om te leven. Vervolgens komt huisvesting. Dat is het dak boven je hoofd dat je gewoon nodig hebt. Daarna volgen de vaste lasten die verband houden met bijvoorbeeld die huisvesting, zoals belastingen, gas, water en licht. Vervolgens de categorie vervoer heb je nodig in de vorm van een auto, een fiets, een brommer of openbaar vervoer. Maar in ieder geval de kosten die je maakt om het geld te verdienen in de vorm van jouw werk. En tenslotte kleding. En dan bedoelen we niet luxe producten zoals handtassen en zo, maar gewoon de basisdingen die je nodig hebt om te overleven. Stap 3 is om de overige uitgaven te noteren. Dit zijn uitgaven die niet direct nodig zijn in je eerste levensbehoeften, maar zorgen voor comfort en gemak en de leuke dingen, zeg maar, zoals Netflix, sportschool, nog meer kleren of spullen voor je kinderen of voor jezelf. Denk bij deze uitgaven ook aan verschillende spaarpotjes waar je geld voor apart wil zetten. Begin met een buffer of een reserve op te bouwen van 1000 euro of inkomsten van 1 maand. Deze buffer zorgt er dan voor dat je daarop terug kunt vallen wanneer er iets ongepland gebeurt, zoals de wasmachine die kapot gaat. Dan kun je daarvan gebruik maken zonder heel je budget te moeten aanpassen in die maand. Vervolgens ga je werken aan je schulden. Als je je schulden namelijk op tijd aflost, hou je telkens meer geld over voor de leuke dingen en kun je je toekomst gaan plannen, zoals een vakantie, een nieuwe auto, een nieuwe iPhone. En je houdt geld over om je buffer verder uit te breiden naar 6 maanden aan inkomsten. Als je schuldenvrij bent op je hypotheek na, plan je nieuwe uitgavenposten in voor jezelf. Dit is 10% van je inkomen dat je apart zet om in jezelf te investeren. In plaats van het geld pas te sparen nadat je iedereen hebt betaald, zoals de huurbaas, de bankdirecteur en de supermarktmanager, begin je met jezelf te betalen en daarna pas de rest. Je kunt dit geld dan gebruiken om in jezelf te investeren. Denk hierbij aan cursussen, boeken, aandelen en obligaties als voorbeeld. De laatste stap, stap 4, is het bijhouden van je budget en het berekenen van je eigen vermogen. Maak elke maand een budget, werk het bij en bewaar het ook, zodat je later altijd terug kunt kijken en kunt zien welke voortgang je hebt gemaakt. Plan ook vooruit met je budget en houd een eigen vermogen bij. Een eigen vermogen kun je berekenen door alle bezittingen die je hebt, zoals bijvoorbeeld een auto en je huis, te verminderen met de schulden die je hebt, zoals de hypotheek, de autolease of een studieschuld. Door je bezittingen te verminderen met je schulden krijg je een bedrag en dat is je eigen vermogen. Dat is misschien wel het belangrijkste bedrag in je leven, want dat is het bedrag dat aangeeft wat jij waard bent. Ik ben erg benieuwd of jullie al een budget hebben of dat je nu een budget wilt gaan maken. En als je eenmaal een budget hebt gemaakt, welke dingen je dan over jezelf bent te weten gekomen. Bijvoorbeeld over het budget zelf of over het eigen vermogen. Ik denk namelijk dat het eigen vermogen mensen vaak nog laat verschieten. Je voelt je eigen heel rijk, maar je zult misschien vaak merken dat je vooral door een hypotheek of door een autolease behoorlijk in de schulden kunt komen zitten. Dus laat ook even een reactie achter onder deze video. Ik ben erg benieuwd naar jullie situatie en motivatie voor de toekomst. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen. En in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.